De belangrijkste evolutie van de afgelopen jaren is met voorsprong dat we onze productiecapaciteit verdubbeld hebben. Naast de pure uitbreiding, dus extra meng- en opzaklijnen, hebben we ook heel erg doordacht het ganse productieproces onder de loep genomen om na te gaan waar kan er verder geoptimaliseerd worden, geautomatiseerd worden, etc. etc. Een van de grootste innovaties was een nieuwe lift plaatsen, 35 meter hoog. Door deze lift kunnen wij op het juiste moment, op de juiste locatie, de grondstofmengsels in elke bars krijgen. Klanten van over de hele wereld komen op bezoek, zien de fabriek, zien de award en het geeft ons ook een zeker vertrouwen. Daarnaast heb je de employer branding. Als je nieuwe medewerkers zoekt, is het een plus om zo'n award te hebben. En op een gegeven moment moesten wij als bedrijf beslissen, gaan wij bijkomend investeren in Nederland of gaan we bijkomend investeren in Drongen. En Drongen heeft de voorkeur gekregen en die award zal zeker wel ergens meegespeeld hebben, het hebben van een goede, degelijke fabriek. We hebben een grotere betrokkenheid kunnen creëren bij de medewerkers, omdat zij ook in de optimalisatieprojecten mee betrokken waren. Daarnaast zien wij ook een meer human-centered organisatie, waarbij dat voor de individuele medewerkers er persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn. En voor groepen medewerkers, bijvoorbeeld voor de shiftleaders, zijn er dan gespecialiseerde opleidingsprogramma's. Op die manier proberen wij ook een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuwe werknemers. De meerwaarde zit hem in het feit dat je een assessment hebt, doorlopen, dat je ook verbeterpunten krijgt door experts. En met die verbeterpunten heb je een plan voor de toekomst om zaken aan te pakken waar je zelf ook niet altijd bij stil stond. En je kunt jezelf ook vergelijken, benchmarken met andere bedrijven. Dat netwerk met die andere bedrijven, bezoeken in andere bedrijven, is zeer leerrijk voor de hele organisatie om een keer buiten te komen, een keer extern te gaan kijken wat gebeurt daar. Maar voor deze vestiging denken wij verder te kunnen groeien door export. Export onder andere naar het Midden-Oosten, naar Afrika. Daarnaast hebben de diensten van Stad Gent ervoor gezorgd dat wij altijd zeer goed geholpen geweest zijn. En daardoor zijn wij nu heel hard verankerd in Gent met onze productie. En kunnen wij nu binnenkort, naast onze productietoren die reeds is uitgebreid, ook ons magazijn gaan uitbreiden.